Natuurlijk heb ik een keer over die rare brief gehad. Leuk dat jij naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pad, ik ben net wakker. Net klaar met aankleden. En de klok heb ik nog steeds niet goed gezet. Ben ik weer zo dom ervoor. Dan ga ik de vlek naar beneden. Dus dan ga ik even lekker eten maken. En mijn broertje gaat net weg. Oké. Ik wil eigenlijk net... Oh, ik zie de lomp om de deur open laten staan. Wat slim. En dicht te doen. Nou, ik denk jullie al... Het was net iets raars gebeurd. Ik was even mijn laptop kwijt. Want sommige mensen spullen. Oké, sleutels moeten wel een beetje opgeruimd worden. Maar... Ik hou niet van als ze aan mijn spullen zitten. Dat kan ik echt niet tegen. Maar ja, kan ik niks aan doen. Dat ik zo ben, natuurlijk. Maar ik weet niet of jullie het ook afvragen nou. Ga jij dan nog Enzo Knol kijken? Nou, ik denk niet meer. Van... Als alleen dingetjes er zijn van... zoals jullie misschien al voor de video hebben gezien, dat Lee... de benzine niet helemaal vol heb getankt of zo. Oké. Dat is tussen hun twee. En dat was ook nog mooi. Is er nog één? Dat hij en zo hem gebruikt heb voor je dingen. Dat is ook niet mijn probleem. Ja, algemeen alles is niet mijn probleem tussen die twee. Maar doet mij één ding heel erg zeer. Wat bij hem gebeurd is. Maar misschien is het hier... Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe het kan hier vermelden, maar... Een kind die super ziek is... Ga je niet afwijzen. Dat doet me heel erg zeer. Ja, weet niet. Nee, ik weet niet. Dat kan je gewoon niet maken. Vind ik. Dat doet me echt... Dat vind ik best wel niet echt. Dat is eigenlijk echt enig zo wat ik echt super jammer vind van hem. Daar baal ik wel van hem. Dus dat betekent. Nee, ik ga niet meer naar hem kijken. En. Ik vind echt dapper van Ariana dat hij dat heeft gezegd. Maar ja. Dat hij dat allemaal durft te zeggen. Echt, had ik niet verwacht. Maar ja. Dus ja. Maar dan ga ik nu even lekker rustigen. Als het goed is, komt over ongeveer een uur komt de begeleiding. En dan ga ik horen of ik nou die huis heb of niet. Dus ik ben benieuwd. Want Hans zei, het was een jonge vrouw. Nou, de begeleiding is jong. Niet oud. En dat ze een gesprek hebben gehad. Dus ik ben nou benieuwd of het nou zo is. Ja, ik zit tussendoor even lekker koffie te drinken. Te zetten. Dus dan ga ik lekker koffie drinken. Bezig met de video's. Gelijk met mijn Q&A erbij. Die jullie al hebben gezien, waarschijnlijk. Dus. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. En nogmaals, laat even weten. Want Hans wil eigenlijk al... Voor jullie is het al zaterdag geweest. Maar we willen eigenlijk zaterdag weten. Voor mij is het niet vrijdag. En tussendoor lekker muziek luisteren. Dus. Oh. Zo, even lekker zitten. Ik ben benieuwd wat jullie voor texture erop willen hebben. En mijn broertje is slim om wat dingen te vergeten. Heb ik ook wel eens. Denken jullie ook wel eens dat jullie wel iets vergeten om wat te doen. Dus. Maar dan ga ik nou even lekker relaxen. Mijn video doen. Dus. Ja, kom allemaal goed.
natuurlijk heb ik een keer over die rare brief gehad. Dat was dat gesprek met gemeente, wat ik al zei. Volgens mij. Ik weet niet 100% zeker meer. Maar dan ga ik dus gesprek houden over mijn huis. En wat ik al zei. Wat Hans eigenlijk zei. Hij heeft tegen mij zitten liegen. Ik heb aan haar begeleiding gevraagd. Of zij langs is geweest bij het huis. En dat is niet zo, mensen. Dan weten jullie dat ook. Dat vind ik best jammer. Ik was bijna super blij dat het zo is. Maar alsnog is er nog wel kans dat ik erin ga. Maar binnenkort heb ik gesprek ergens in. Even kijken. Ergens in november heb ik een gesprek. En nogmaals mensen, ik heb even kijken, maar er is niet heel veel reageer van hashtag pasje. Maar wat ik ook gelijk wil bijzeggen, willen jullie deze kaart winnen? Ja, het is er winbaar. Doe dan hashtag pasje nogmaals om kans om te winnen. En voor mensen die het nog een keer doen, en die hebben al gezegd, er kan maar één keer gezegd worden. Dus mensen die het nog een keer zeggen, heb geen nut, want je komt sowieso al in. Dat wil ik bij zeggen, alleen mensen die het nog niet gedaan hebben, en die willen eigenlijk toch, of we zitten twijfelen, wat dan ook, ik weet niet, om te winnen, kan je nu nog doen, want morgen, voor jullie, maak ik winnaar bekend. Dus, doe nog één keer even hashtag patje om die kaart te winnen, en dan... kans dat je kan winnen. Nou, dan ga ik nu even lekker een video beginnen. En lekker gesprekken. Dat was een lekker goede gesprek, vond ik. Over mezelf, een beetje dingen als sommige privé. Dus, en ik heb gelukkig dat ik vrij had gekregen voor mijn werk. Het is gelukt. Dus we gaan het dan wel zien. Ik ben echt super zin in eigenlijk. Echt super, super zin in om naar Vitesse Jodenmoois te gaan. En wil je nog winnen, is ook nog kans. Mensen, nog geen kans, maar ik moet even diep over nadenken. Hoe ik ga doen en allemaal hoe ik ga regelen. Ik moet dat ook even nog voor mezelf. Ik wil dat even dingen regelen. Wat allemaal, ja, is. Dus, maar ga ik nu even lekker tv kijken. Ja, we hebben ook een YouTube kanaal. Volg deze op YouTube, zou tof zijn. Dus, maar ja, ga ik nou even lekker mag ik video beginnen. En gewoon even lekker relaxen. Dus ja, dat is. Nou, ik ben net thuis gegaan, ik heb een lekker even nu eten gemaakt. Mensen, dat is echt serieus. Als je vader of je ouders nog aan werken zijn, en je komt thuis, en je ouders zijn nog niet thuis, om zo te zeggen. Het tofste en de fijnste vinden ze echt als je vast eten gaat maken. Ik meen het serieus. Dan heb ik uit ervaring, want mijn vader vindt het altijd zo leuk dat ik eten kook. Ik kan misschien ook laten horen gewoon. En ik doe altijd, sowieso altijd bij aardappels moet je even zout doen, maar ik denk ook bij boontjes. Maar dat weet ik niet 100% zeker, maar dat doe ik gewoon. En dan doe ik lekker kippen bij en dan doe ik vlees doe ik al meestal altijd als laatst. Dus. Want dat is altijd het snelste gaar dan de rest. Maar dan gaan we lekker even wachten. Ik heb een villa gedaan, dan ga ik even editen. En dan wachten. En misschien daar ik nog even tafel dekken en voor de rest zie ik het wel. Dus. Ik zeg blijf kijken. Nou, ik ben nou nog steeds bezig met eten te koken. Dus dit gaan we ook eten, kip. En als het goed is, kan ik vanavond thuis komen, maar ik heb nog niet gezien. Een tafel gedekt. Ik had eten gegeven, maar hij is alleen hier verdorie te knoeien of zo, kleine. Ja, jij zit te knoeien. Hij eet alles op. Er zitten nog blokjes in, maar dit heeft hij opgegeten. Gesprek. Want ik dacht even, want hij heeft eerst niet hele alle broekjes opgegeten. Waarom? Dat weet ik ook niet.
Maar dat is van de Albertijn. Misschien vind ik de tijd van de Albertijn niet lekker. Geen idee. Oh, ik moet alleen even die top pruimen. Er ligt nog één op troep. Zo. Ja, van deze merk. Ik gebruik als zo'n prullenbak. In de buurt van Aanrecht. En die kan er ook in. Dus. Maar ja. En dan ga ik nou even wachten. Tot mijn vader is. En mijn broertje. En ja. En ik wou elkaar kip in het bakje doen. Maar gelukkig, ik kan al laten zien. Gelukkig ging het nog net. Nou, als je eruit wil. Ging het nog net in. Kijk, er zitten een beetje krapjes. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Dus. Dat ging nog net. Maar even kijken of het eten al gaar is. Dat is best wel warm, denk ik. Ja. Dan ga ik nou even prikken. Maar kan nog even. Kan nog even. Want aardappels moeten altijd zacht zijn. Dat weten jullie ook of zo, neem ik aan. Maar, nou. Even nog. En dan ga ik hem afgieten. En kip even dadelijk bakken nog. En dan wachten maar. En waarschijnlijk dat ik alleen ga eten eerst. Maar dat zie ik nog allemaal wel. Oh ja, dus ik alleen even placemats. Onderzetters. Ik moet er 3 hebben. Voor kip. Voor boontjes. En aardappels. Hartstikke idee. Gebeurt. Dan ga ik even nog kijken of ze wel komen. En of ik nou alleen eet, dat zie jullie ook wel. Als ik alleen eet, ga ik vloggen en zo niet. Maar ja, ik zie jou. Nou, ik ga heel even wat drinken pakken. Want ik heb echt super dorst. Ik heb net terug koekjes gegeten. En lekker op mijn computer te kijken. Even Q&A's te editen. Zal ik een nieuw pakken? Niet. En ik heb eigenlijk zitten chillen in mijn achtertuin. En gewoon een beetje relaxen met een paar mensen. En die broodje die ik heb natuurlijk ook van die keer met Hans ging eten, die heb ik nog steeds. Die ga ik waarschijnlijk morgenmiddag opeten. Denk ik. Maar ik zie wel. Oh, wat een dorst heb ik zeg. En dan ga ik dadelijk even alles uitdoen. En ja. Dan even dadelijk slapen. Ik ben nu echt helemaal verrot. Toch wel. Het is al 2 uur, bijna 3 uur. Maar gelukkig is het weekend. Ik kan dan wel, ben ik blij zeg, dat het weekend is. Ik kan gelukkig uitslapen als ik wil. Maar ik moet Leon morgen met Hans. Natuurlijk die laak iets halen voor Jodenboys. Oh, kijk mijn katje slapen. Oh, ai. Hey, manneke. Oh, ben je wel lief als je slaapt? Dan ben je niet zo druk, hè? Hij wordt echt minder speels trouwens. Kijk dan. Oh, ik ben dood op hè. Hé manneke, dood op ben je. Oh, manneke toch. Maar ja, dan ga ik nou even lekker even dadelijk alles uitdoen wat ik al zei. Ja, dan slapen. Ik ben echt dood en dood op. Echt waar. En wat ik ook wil zeggen. Veel kijkers zien een nieuwe vlog. Wat ik ook nu wil doen is vlog afsluiten. Vonden jullie deze vlog leuk? Ik heb dingen fout soms. Dus ik weet niet of jullie het al merken. Maar nogmaals, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even sowieso een blauw duimpje omhoog.
En vergeet natuurlijk niet hier beneden te abonneren. En veel kijkplezier naar een nieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik, later!